Soms is het wel lastig, inderdaad. Dus daarvoor is het hier wel prettig dat het gewoon rustig gaat. Iedereen accepteert elkaar gewoon zoals het is. Er zijn ook verschillende religies. Dus ook vrouwen van, Marokkaanse afkomst, die voelen zich hier ook heel prettig. Ze zijn allemaal even aardig hier, hè? Oud of jong of weet ik wat. En het is heel ontspannen. Je hoeft niks, je moet niks. Ik doe wat ik kan, maar ik kan niet alle apparaten. Dus ik voel me er heel prettig bij. Volgens u de belangrijkste reden dat vrouwen juist hiervoor kiezen? Omdat ze hier rust hebben. Ze kunnen lekker zichzelf zijn. Ze kunnen gaan zitten, ze hoeven zich niet te schamen voor het buikje. En kunnen een ding doen. Want het zijn niet alleen de mannen die deze dames weghouden bij de reguliere sportschool. Ook de fit girls en de competitieve sfeer onderling kan in de weg zitten. Bekeken worden, dat willen ze gewoon niet. Ze willen zonder make-up, willen ze kunnen gaan sporten of met make-up, dat maakt niet uit. Ze willen strakkere kleding aan, ze willen lossere kleding aan. Hier kan alles. Hier wordt niemand raar aangekeken. Daardoor voelen ze zich heel erg goed. Dan lopen meestal inderdaad die X-asjes rond met van die stringtanga's aan. En dan kijken ze eens van boven tot onder van, oh, komt zij ook. Hè? En dan ben je al niet zo smal. En dan zit je niet op te wachten op zo'n moment. Ja, ik heb vroeger gesport waar mannen bij waren. Ik vind het niet fijn. Nee, want ze gaan kreunen en ze maken rare geluiden. Je wordt bekeken en dat is ook niet prettig. Want je moet gewoon jezelf kunnen zijn onder het sporten. Dat is gewoon heel erg belangrijk.